Hallo lieve mensen, en hier is hij dan, de eerste Films & Rap. En wat houdt Films & Rap nou ook weer in? Bij Films & Rap ga ik proberen een hele film te vertellen in één korte rap. En dat doe ik door middel van er dom uit te zien en een klein beetje 8-bit animatie te gebruiken. Dus waar wachten we nog op? Breng die intro! Let's go! Welkom op Pandora, een nieuwe planeet waar je niet kan ademen en waar de natuur leeft. De locals zijn een navi, 3 meter lang. En hier komt een marine die niet lopen kan. Vervangt zijn tweelingbroer, een man met een missie. Het krijgen van titanium met een permissie. Door middel van een avatar bestuurd door een mens. En de eerste dag buiten gaat niet alles volgens wens. Door een aanval van het aan het door en Jane weg. Wordt gered door Neytiri, maar ze wil hem weg. Door heilige dingen van een boom op een kont. Ze neemt hem mee naar Glenn en hij volgt als een hond. Dat volgt is een tijd dat hij leert als het te leven. Maar achterrug moet hij een baas nog geven. Over een plek die heilig is voor het land. Waar materiaal ligt die hij wil hebben in zijn hand. Maar Jake krijgt gevoelens, hij wordt deel van de clan. Maar dan maakt de baas boos, waardoor hij bulders zet. Neytiri voelt zich bedrogen, Jake wil de tijd gaan leggen. Maar dan wordt hij losgekoppeld als mensen een aanval zetten. Hij vindt een weg terug met de hulp van mijn vrienden. Terug in zijn avatar geeft hij de mensen wat ze verdienen. Een lekkere ass-kicking met duizenden gewonden. En hij dankt voor Jake voor eeuwig met zijn avatar verbonden. En bedankt voor het kijken van mijn video. Dat was hem dan alweer. Dat was de allereerste Films & Rap. Wat vond je ervan? Laat me even weten in de comments. En als je toch bij de comments bent, laat me ook even gelijk weten welke film ik de volgende keer moet gaan doen. Ik vond het hartstikke leuk om te doen. Het was lekker nieuw voor mij. Ik kon lekker mijn creativiteit daarin kwijt. En kan niet wachten tot de volgende. Ik had deze gekozen omdat er gewoon meerdere comments waren met Avatar. Dus ik dacht, dan kies ik die toch. Maar had je toch zoiets van, shit, ik wou die film zien eigenlijk. Laat het me weer gewoon weten in de comments en dan doe ik hem gewoon de volgende keer. Dus ik check jullie later, ik check jullie volgende week. En vergeet niet heel veel die subscribe button daar aan te raken. Ik zie jullie later, later. In elke woensdag staat er één online. Al bij de achter zonder dat ze stom zijn. En toch krijg ik geen views op een kanaal van CVK. Wat de fuck en in de comments zie ik ook.